Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben vandaag facultatieve les. En dat betekent dat ik precies 3 leerlingen heb van onze klas. En eentje extra van een andere klas. En die doen niet echt mee. Die zijn gewoon zich aan het voorbereiden op hun herkansing. En die mogen vragen stellen. En ondertussen wil ik een filmpje maken met wat we eigenlijk gedaan zouden hebben als deze les niet facultatief zou zijn geweest. En het gaat over die parametervoorstelling van een cirkel. En dat hadden we eigenlijk al gedaan. Maar ik wil graag even in herinnering roepen. En dan een sommetje bespreken wat ermee te maken heeft. Want het is op zich wel een grappig onderwerp. Het lijkt eigenlijk nergens over te gaan. Maar als je dan kijkt naar zo'n som, dan denk je, goh, dat is toch interessant dat we dat kunnen met deze theorie. Dus ja, dat is wat ik er dan van vind. Dus even de cirkel tekenen voor jullie. Zo. Dit is een mooie cirkel. En die ligt ergens in een assenstelsel. Dus laten we even assenstelsel maken. Ja, dit vind ik een beetje flauw. We doen hem hier. Oké. Nou, als we uitgaan van stapjes van 1. Wat is dan de vergelijking van deze cirkel? Nou, dan moet je weten wat het middelpunt is. Het middelpunt van deze cirkel noemen we m. En voor m geldt dat de x-coördinaat gelijk is aan 7. En de y-coördinaat 6. En dan hebben we hier een straal van 3. Zie je dat? Dus straal is 3. En jullie weten dat je dan de vergelijking kan opstellen van de cirkel. Dan krijg je gewoon x min 7 in het kwadraat. Plus y min 6 in het kwadraat is het kwadraat van 3, is 9. Je kon dan ook die haakjes uitwerken en dan kon je het in een andere vorm schrijven. Dan kreeg je x kwadraat min 14x plus 49 plus y kwadraat min 12y plus 36 is 9. En dan ging het boek, die x kwadraat en de y kwadraat, even samenschrijven, zo gezellig. En dan de losse x en de losse y samen. En dan gingen ze die 49 en die 36 naar de andere kant brengen. Dus dan krijg je 9, ik ben niet zo van het hoofd rekenen. Min 49 min 36 is min 76. Ja, kijk, klopt dat. Klopt nog ook. Goed, dus dit waren 2 manieren om de vergelijking van een cirkel te schrijven. En deze is handig als je het middelpunt en de straal wil weten. En deze is handig als je het cijfer van 2 cirkels wil weten. Want dan kan je van die andere cirkel het ook zo schrijven. Dan vallen meteen de kwadraten eruit. Dat is fijn. Oké, maar er is nog een andere manier om een cirkel aan te duiden in de wiskunde met een formule. En dat is een parametervoorstelling. En kijk, jullie kennen natuurlijk allemaal de eenheidscirkel, die zit hier. En laten we deze cirkel even C2 noemen en de eenheidscirkel noemen we even C1. Dus dit is de vergelijking van C2, dit is de vergelijking van C2. Met een dubbele punt, hè? Geen insteken. Maar die eenheidscirkel, wat was dat? Nou ja, dat was gewoon de cosinus en sinus, toch? Dus je had een parametervoorstelling. En dan zeg je, ik heb x als functie van t en ik heb y als functie van t. En dan zeg je, nou ja, de x is de cosinus van t. En dan mag een getalletje voorstaan. Maakt niet zoveel uit. Cosinus van ct en y is de sinus van ct. Je mag ook nog de sinus en de cosinus verwisselen. Je mag er een minteken voor zetten. Ja, dat bepaalt eigenlijk waar je begint en welke kant je oploopt. Maar normaal gesproken, als je hier een cosinus doet en hier een sinus en die c is positief, dan begin je hier op tijdstip 0 en dan loop je zo je rondje. Dus dan kom je hier op tijdstip 1/2 pi en hier op pi en hier op 1/2 pi en op 2 pi ben je weer helemaal rond. Nou kan je door hier iets aan te rommelen, kan je ervoor zorgen dat deze het ook doet voor die cirkel. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is zeggen van, nou weet je, we gaan het middelpunt van die cirkel gaan we veranderen. Dus we gaan hem niet om 0,0 laten lopen, maar we gaan hem als middelpunt 7,6 geven. Nou, dat kan je doen door bij die x de 7 erin te zetten, zodat hij niet om 0 heen en weer gaat, maar om 7. Dus dan krijg je 7 plus cosinus ct. En met die i, dan moet je hem om 6 laten lopen hier, dus dit is 6. Dus dan doe je 6 plus sinus ct.
En dan krijg je dit cirkeltje. Met een straal van 1. Oké, niet echt mooi. En het enige wat je nu nog moet doen is de straal aanpassen. Zeg je, nou weet je, hij moet 3 keer zo groot zijn. Dus dan doen we hier een 3 en hier een 3. Dus als je deze cirkel hebt, kun je hem op 3 manieren opschrijven. Als vergelijking, als uitgewerkte vergelijking en als parametervoorstelling. En de parametervoorstelling en de eerste vergelijking, daar kan je gewoon letterlijk uit aflezen wat het middelpunt en de straal is. Deze is een beetje raar. Als je van deze wil weten wat het middelpunt en de straal is, dan moet je even gaan kwadratensplitsen. Maar dat, daar gaat het filmpje niet over. Een prachtig filmpje over kwadratensplitsen. Het allereerste filmpje van dit kanaal. 15 maart 2020. Daar vertel ik hoe de Babyloniërs gingen kwadratensplitsen. Dus, nou, wij doen het op dezelfde manier eigenlijk. Goed. Nou, wat moeten we hier nou mee? Nou, je kan hier iets grappigs mee doen. Je kan zeggen van, weet je, ik ga even een punt pakken, dit punt, punt A. En dat punt A heeft een coördinaten min 1,8. Hè? En dan kan ik een lijn maken van A naar een punt op de cirkel. Dus dit is punt P. Punt P ligt op de cirkel. En dan om een of andere reden wil ik dan naar het midden kijken van AP. En dat noem ik M. Nou, als die P loopt, dan wordt die lijn AP ook steeds anders. En dan wordt die M ook steeds anders. En wat we nu kunnen bewijzen met deze theorie, is dat die M ook een cirkelbeweging maakt. En we kunnen zelfs de straal en het middelpunt van die cirkel vrij makkelijk uitrekenen. En dat is grappig. En dat doe je met behulp van dit ding. En het lijkt een beetje zo van, goh meneer, maar ik heb geen houvast. Hoe moet ik nou weten welke cirkel dat is? Moet ik misschien dit gaan uitrekenen en dan dit punt uitrekenen en aan de andere kant en dan het midden? En dat kan allemaal wel. Maar je kan ook gewoon het midden berekenen met de formule die we kennen. Namelijk het gemiddelde van de x-coördinaten van A en van P en het gemiddelde van de y-coördinaten van A en P. En de uitkomst daarvan is een parametervoorstelling van een cirkel. En als we die parametervoorstelling van een cirkel hebben, dan kunnen we daar het middelpunt en de straal gewoon uit aflezen. Dus, nou, het klinkt misschien een beetje abstract, dus we gaan het nu even doen. Dus we gaan, we gaan zeggen punt M. Oh, dat is jammer, ik heb hier al een punt M. Nou, dan noemen we dit eventjes punt N. Ja. We gaan eventjes de coördinaten berekenen van punt N. En de coördinaten van punt N, dus even, dat is de x-coördinaat van A plus de x-coördinaat van P. En P ligt op de cirkel, dus dit zijn eigenlijk de coördinaten van P. Hè? Gedeeld door 2, het gemiddelde daarvan. En de y-coördinaat van A en de y-coördinaat van P. En dat ook gedeeld door 2, het gemiddelde van de y-coördinaten. Oké, als je deze notatie gebruikt, hè, met punten, dit zijn geen vectoren, dus je gaat hier geen is-teken tussen zetten, dat is raar. We schrijven punt N gewoon steeds opnieuw op. Het is een beetje onhandige notatie voor dit soort berekeningen, maar het is ook niet heel belangrijk. Oké, x van A is min 1. En de x van P, dat is 7 plus 3 cosine ct. Oké, en dat moet je dan door 2 delen. Nou, dat gaan we zo doen. En met de y doen we hetzelfde. Dus dan zeggen we, dan nemen we de y-coördinaat van A, dat is 8. Dan nemen we de y-coördinaat van P, dat is 6 plus 3 sinus ct. En dat delen we ook door 2. Oké, dan hebben we wat meer ruimte nodig, zo'n stukje naar beneden. Nou dit kunnen we wel uitrekenen. Kijk, min 1 plus 7, dat is 6. Hè? Dan moet je 6 door 2 delen, dat is 3. En die 3 cosinus ct moet je ook door 2 delen. Dat wordt 1,5. 1,5 cosinus ct. En hier hetzelfde. 8 plus 6, dat is 14. Gedeeld door 2 is 7. En 3 sinus ct gedeeld door 2, dat is weer die 1,5 sinus ct. Sinus. Niet cosinus. Oké. Maar mensen, hier staat de parametervoorstelling van een cirkel. Kijk maar, die x-coördinaat van n als functie van t, dat is 3 plus 1,5 cosinus ct. En die y als functie van n, of die yn als functie van t, is 7 plus 1,5 cosinus ct. Maar nu kunnen we die n is niet het middelpunt van de cirkel, maar een punt op de cirkel. Okay. Dus het middelpunt van die cirkel is 3,7. Dus dan zeggen we, oké, x min 3
in het kwadraat plus I min 7 in het kwadraat. En de straal ervan is 1,5. En 1,5 in het kwadraat is 2 1/4. Dus de cirkel die we hier krijgen, dat is deze ongeveer. Dat is cirkel C3. Die heeft als vergelijking x min 3 plus I min 7 en allebei in het kwadraat. Plus 2 1/4. En dat hebben we gedaan door eigenlijk gewoon het gemiddelde te berekenen van de P en van de A. En de uitkomst ziet eruit als de parametervoorstelling van een cirkel. En omdat de uitkomst eruit ziet als de parametervoorstelling van een cirkel, is het een cirkel. En kunnen we het middelpunt en de straal aflezen. Dus fantastisch. Nou, daar gaan deze sommetjes over. En we liepen een klein beetje voor met de sommetjes. Ik weet niet meer precies hoe ver. Maar het zou best kunnen zijn dat ik al jullie had gevraagd om naar 52 en 53 te kijken. En als je kijkt naar 54, dat is eigenlijk letterlijk wat ik hier heb gedaan, maar dan met andere getallen. Dus ik denk dat jullie daar zelf wel uitkomen. Dus straks komt er nog een filmpje over theorie B. En dan zijn we klaar voor deze les. Dus dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen. Dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen. Dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.